Zodra je met het idee speelt om je huis te verkopen, besteed dan aandacht aan je relatie met de buren. Zijn er nog ergernissen die opgelost moeten worden of hebben jullie andere problemen? Dan is dit het moment om actie te ondernemen. Je kan je buren zelf niet veranderen, maar je kan wel je relatie met je buren veranderen. En de eerste stap is om hun tijdig te informeren van je voorgenomen verhuisplannen. Probeer dan ook altijd van je buren bondgenoten te maken van jouw verkoop. En ja, wellicht kan je ze ook duidelijk maken dat zij er belang bij hebben dat zij zelf ook leuke, nieuwe, aardige, gezellige, enthousiaste buren krijgen. En daar kunnen zij nu een rol in spelen. Wat je ook kan doen is proberen te kijken door de ogen van een koper. Wat ziet een koper als hij voor jouw huis staat en hij draait iets opzij en hij kijkt dan naar de tuin van de buren? Wat ziet hij dan? Is het een tuin vol, ja, lijkt het wel een vuilnisbelt of staat er een grote caravan op de oprijlaan? Is de haag helemaal uitgegroeid? Ja, wat moet je daar dan mee? Je kan natuurlijk proberen dat met je buren bespreekbaar te maken, maar wellicht hebben ze daar helemaal geen tijd voor of hebben ze er helemaal geen interesse in om daar iets aan te doen. Of ontbreekt het ze gewoon aan geld? Nou, daar kan je natuurlijk heel erg boos om worden en zeggen van ja, die buren frustreren mijn verkoop. Maar je kan ook op een slimmere manier ermee omgaan en zeggen van goh, ik heb een probleem. Ik wil mijn huis het beste verkopen. Ik zie dat de tuin van de buren of het aanzicht van de buren het totaalbeeld van de straat misschien negatief beïnvloedt. Waarom lever ik zelf niet de oplossing? En een van die oplossingen zou kunnen zijn dat je de buren aanbiedt van mag ik jullie haag knippen? Mag ik voor iedere bezichtiging eventjes het gras bij jullie maaien? En ik kan me niet voorstellen dat buren dan zeggen van nou, dat hebben we liever niet. En ik kan me ook wel voorstellen dat het ergens niet goed voelt. Hè? Dat jij aan het werk gezet wordt in de tuin van je buren, omdat jij je verkoop wil bespoedigen. Maar ook hier zeg ik, slik je trots in en hou je einddoel in de gaten. En dat is uiteindelijk de verkoop van je woning. Een goede verstandhouding met je buren kan je verkoop helpen. En als jij de andere partij ook duidelijk kan maken dat jullie gemeenschappelijk belang hebben in het vinden van een goede nieuwe koper, dan kan je ongetwijfeld op hun medewerking rekenen. En een goede relatie met je buren kan er ook voor zorgen dat ze uiteindelijk ook een goede ambassadeur voor jouw woning zijn.